Goeiedag. Goeiedag meneer. Jullie hebben de sleetjes al op het dak? Ja. Jullie zijn zeker van dat jullie in ieder geval tot aan de sneeuw komen? Hij wel. Gaat wel, ja. Je zet even de sfeerverlichting aan. Dat is toch mooi, hè? Ja. Hoe lang hebben jullie er werk aan gehad? Oh, hier zitten wel een paar maandjes aan schuren en verven in. Echt waar, een paar maanden? Ja, weekenden dan, hè? Niet hele dagen. En jullie zaten trappelen? Ja, we hebben er heel veel zin in, ja. Hier komt de meeste herrie vandaan. Ik ben er bang voor. Ja. Ja, gaat wel gebeuren, denk ik. We gaan voor de gezelligheid, hè? Elke avond weer een feestje. Ja. Hebben jullie hier geslapen vannacht? Ja, een man. We zijn sinds vorig jaar augustus bezig geweest om te bouwen. Oké. Okay. Het is aardig goed gelukt, zeg maar. Ja. En hoe heet jullie team? E-team camper. E-team camper. Ja. En waar verheug je je nou het meest op? Ja, gewoon de reis. Want de reis is de prijs. Want wat is er mis dan? Nou, we hebben wat muziek op het dak, maar de versterker die stopt ermee. Oh. Er zit ergens een draadje los, maar waar dat... Nou, je kan het wel raden. Wat is het precies, de Carbage Run? De Carbage Run is een vijfdaagse rally door Europa en een auto die niet meer mag kosten dan 500 euro. Ja. En wat moeten ze doen onderweg? Ze moeten allerlei rare opdrachten uitvoeren. Het gaat niet om snelheid of tijd. Ja. En het doel is om vooral een roadtrip te beleven waarbij je dingen doet die je normaal niet zou doen. Dus lol maken en sleutelen aan je auto als die kapot gaat. Ik denk dat ze je zien komen met die hele stoet daar in Andorra. Ja, nou, ze staan op ons te wachten, ze weten ervan. Dus dat is wel leuk. Het heeft wel impact, zeg maar, als er zoveel auto's in één keer een land of een bepaalde stad binnenkomen. Zo! Wat is de gedachte hierachter, jongens? Viertjes, oftewel de Fabulous Four. Ja. En natuurlijk vier vrienden die samen in vriertjes deze rug gaan doen. Zijn deze speciaal voor de gelegenheid gekocht? Gebouwd. Gebouwd? Ja. Alles is uit elkaar. Het is het boutje, de bodem, alles. We hebben alles opnieuw helemaal opgebouwd. Het is waar heel slecht. Maar hoeveel uren werk heeft er dan niet in gezeten? Anderhalf jaar. Echt waar? Ja. Dag mannen. Hey, dag. Dag. Hebben jullie er een beetje zin in? Jazeker. Zeker. Ja? Ja. En welke auto is van jullie? Deze? Deze. Of, nee, die? Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar zouden wij een stukje mogen meeliften? Ja, zeker. Dat is geen jullie probleem. Wel. Jullie wel. Ja? De rest niet van jullie wel. De rest niet van jullie wel. Maar jullie zijn wel fanatiek? Ja, natuurlijk. Ja, vooral hij is heel fanatiek. Ja? Ik wil wel met een team mee die ook echt even de opdrachten wil doen. Ja, die gaan we doen. Die gaan we doen. Dus, ja? Ja, zeker. Waar komt die rook nou vandaan, man? Ja, we hebben allemaal pech. Ik zal mijn vriendin een kusje geven. Hij knettert wel lekker, hè? Vandaag rij je door België. Kom naar de jurytafel in een Mega Mindy pak. Zijn jullie vandaag open? Ja, een Mega Mindy pak. Ik had. Misschien ergens een paar zijn hier net de doosje van. Hartstikke leuk, Mega Mindy pak. Ik denk dat we dit eraf moeten knippen. Dan heb je een topje, maar dat maakt niet uit. Robin, ik vind dat tegen een pruik op moet. Met blonde haren. Mega Mindy pak. Mooi topje, Robin. We gaan nou kijken dat we de laarzen en het masker kunnen winnen, want ja, dat hoort erbij, hè. Ik ga als manneke vanavond in pak, hè? Ja. Maar zo hoort hij ook te klinken. Ja, origineel in de fabriek niet, maar nou wel. Ja. Ja. Het is wel beter op horen, vind ik. Vind je mooi? Ja, dat vind ik wel mooi. Zo standaard, dat is ook maar niks. Nee, je vindt dit beetje geluid moet erin zitten. Een mooi geluid.
uit. Ja, 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 prachtig en de toeter ook, hè. Dit is alsof we opstijgen. Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Eigenlijk moesten we nog we echt op. We zijn laagvliegers, dus we doen altijd een poging tot opstijgen. Ja, ja. Dit is voor jullie echt een uitje. Ja. Ja. Vakantie eigenlijk. Eigenlijk gewoon vakantie. En wat doen jullie voor werk? Ja, wij zijn allebei chauffeur en hij is oud, want het is ook wel makkelijk om bij te hebben. Maar jullie zitten normaal ook op de weg en als je vakantie hebt, dan ga je ook rijden. Ja, maar dat is heel anders. Nou hebben we geen stress en zo met elkaar rijden dan ja, gewoon zo'n rit doen, dat is hartstikke mooi. Dus, ja, dat is gewoon vakantie. Ik en Ria, als je stip op zijn handen, kan zo in een honden. Ik en Ria, ik kan er hier niet bij. Vous avez un pack de Mega Mindy? Non. Non. Ah oui. Helemaal niks. Helemaal niks. Dat is niet wel. Hebben we gewonnen? Hebben we gewonnen. Masker van Mega Mindy. Ja. Kijk, en zo ziet het eruit als je Mega Mindy bent, maar dan net iets anders. Ja. Zelf of niet? Mega Mindy! Wat is jullie teamnaam? Stuntgoed. Stuntgoed? Ja. We hebben onze Mega Mindy aangekleed. Ja. Inclusief Laarzen. Mega Mindy meldt zich. Ja. Maar ik denk dat ik wel weet. Maar wat Laarsjes! Kijk. Short. Ja. Het ziet er veelbelovend uit, hè? Nou ja, ik hoop nou op de punten, want er hebben we heel de dag als best voor gedaan. Hebben we er 7 stuks. En het is gelukt, we hebben 7 punten. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel, dank u wel. En veel plezier morgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, wat een schattige auto hebben jullie. Dankjewel. Schattige meisjes, schattige auto. Jullie hebben hem vast een naam gegeven, of niet? Nee. Nou, eigenlijk niet, dus die moeten we nog even verzinnen, denk ik. Oh. Hey, misschien een rare vraag, maar zou ik een lift mogen van jullie? Ja, dan moeten we een beetje ruiten voor jullie maken. Maar er zijn niet heel veel dames garbage runners wel. Nee, helaas niet. Nee, nee, dat hebben we opgemerkt gisteren, ja, bij de start. Het is wel erg onderwerp. Ik weet het niet. Ja, op zich voelde ik me ook een klein beetje geïntimideerd door al de mannen. Ik weet het, er waren wel veel mannen. Ja. Chantal zit bij de marine, dus die is wel gewend met heel veel mannen om zich heen. En, maar ik was toch wel redelijk dat ik voelde me wel redelijk bekeken. Ja, het is heel veel testosteron toch ook, hè? Vrij hoog testosteron gehad. Ja. Ja, ja, ja. Moet je kijken hoe mooi! Ja. Dat is toch prachtig? Wat ligt hier voor boekje? Nou, als je het al vertelt. Het file flirtboek is dat. Het file flirtboek? Ja, als we een leuke runners tegenkomen, of andere mensen in de auto natuurlijk, ja. Dan houden we het voor de raam. Dan hopen we dat ze reageren natuurlijk. Dat is altijd maar weer de vraag. Maar dan laat je het bordje sexy runner zien. Ja, inderdaad, ja. Oh, dat is de laatste natuurlijk. Maar moet er nog geflirt worden? Want zijn jullie op zoek naar verkering dan? Nee, we zijn niet op zoek. Nooit op zoek. Nee, nooit op zoek. Can't keep wearing my heart on my sleeve. Can't keep saying just what I feel. Why do words on my tongue run free, keep tripping me? Can't keep wearing my heart on my sleeve. Goeiedag. Hey, goeiedag. Hoe is de stemming hier? Appen vet. Hebben jullie de hele dag die herrie aan? Lekker, hè? Ja. Ja, lekker toch? Ja. Hé? En waar wachten we op nu? Dat weet ik niet eigenlijk. Op een paar Zwitsers. Ja, wie het een boom gevindt.
Een boom gefällt. Ja, Bäume gefällt. Deswegen. Ah, dann können wir etwas feiern da. Ja, kein Problem. Ja. Könnt ihr eure Spielzeuge rauspacken? Von den Garbage Runners hast du das bekommen? Ja, genau. Oh, sehr freundlich ist das, ne? Ja, sehr lieb. Die jongens hebben pech. Nou, ik ben ook niet heel vrolijk. Pech. Opdracht 1 is we moeten onze hele kofferbak vol scheppen met sneeuw en daar een foto van maken. Wat was dit? Ja, wetenschap. Wetenschap? Ja, hij zou naar boven rijden, rondje draaien en terugrijden. Dus, ja, wat heeft hij nu verdiend? Ja, niks. Hij nog niet gedraaid. Oh. Het zou een tientje worden. Ik denk dat het duur wordt. Doe gewoon even duur. Ik ga het even doen. Waarom doen jullie hier aan mee? Omdat je in het leven ook wel eens wat minder serieuze dingen moet doen. Ja. Ai, ai, ai. Ja, ik vind hem goed. Bedankt voor de lift. Ja, graag gedaan. We vonden het gezellig. Oké, hoi hoi. Hallo. Goedemiddag. Wij zijn eigenlijk een beetje op zoek naar een lift op stand. Op stand. Ja. En je dacht aan een Jaguar, begrijp ik. Ja, dat leek ons wel wat. Nou, dat zijn jullie het juiste adres volgens mij. Ja, want jullie zijn team Jack. De Jack. Ja. De Jack. Ja. Ja. Wat gaan jullie doen? Ah, dat was het aandenken van gisteravond. Hostel. Sorry, hostel backpackers. Maar jullie maken stiekem misschien ook wel een beetje kans op de originaliteitsprijs, want die is er toch? Die is er inderdaad, ja. Ja, we hopen het wel natuurlijk. We doen ons uiterste best om die te winnen, maar ja, met deze strenge jury weet je het maar nooit. Maar, ja. Maar dat is toch een soort publieksprijs, dan moeten alle garbage runners toch samen uitmaken. Dat weet ik niet. We zijn er niet zo druk mee geweest. Ja. Want wat is het meest bijzondere? Nou, het meest bijzondere. We kunnen hiermee de verlichting bieden en hier, ja, we hebben niet zo heel veel lawaai, maar hier kunnen we nog... Jullie hebben ook een toetertje. Een toetertje, ja. Als we haast hebben. In vergelijking met andere stel ons weinig voor, maar we hebben ons best gedaan. Ja. En dan nog een glitter. Daarna nog eentje? Of, Maar we zijn nu toch bij dat. Ze moeten weer terug. Ja. Oké. Okay. Terug? Terug. Weer terug. Weer terug. Dezelfde kant op. Maar zo ziet het er dan in een tunnel uit. Ja, dat is de kermis. Ja, dat is het mooie van deze auto. Als je erin zit, dan leer je hem echt waarderen. Ja. Dat is het mooiste. Het is een soort rijdend bordeel, toch? Ja, dat hebben we wel geprobeerd te imiteren inderdaad. Hallo mannen, denken jullie dat jullie het museum nog halen? Want jullie wilden voor 7 uur daar zijn, toch? Over? 5 voor 7. Gaan jullie dan nog een poging wagen? Over? Het halen, maar ja, we hopen dat we ons wel op binnen laten voor een foto. En wat voor foto moest dat nou precies zijn? Een foto van 3 Fiat 500 met de kleuren van de Italiaanse vlag. Hoe lang hebben jullie nog? 3 minuten speling. Ja. Oh. Gaat lukken hoor. Daar, ja. Zo? Nou.
Wat is er? Nou, volgens mij zijn er al meer mensen geweest met dezelfde vraag, want het was een beetje chagrijnig. We vroegen of er 3 Fiat 500 waren in dezelfde kleur. Ja. Die zijn er niet thuis. Dus. Dat is een mooie deceptie. Ja, ik kan niet zeggen dat jullie het niet geprobeerd hebben. Dat is zo. Helaas, we hebben in ieder geval veel gespeeld. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, hè? Maar hoort hij zo te roken? Nee. Leg maar uit, Ralf. We hebben een knopje waarmee we een beetje koelvloeistof in de uitlaat spuiten. Alleen het blijft hangen, er zit nu 1,5 liter koelvloeistof in. Dus die moet er eventjes uit. Dat meen je niet? Ja, mijn fout. Is het een heel oud beestje? Hij is bijna 40 jaar oud. Jeetje. Zo, hoe is het hier? Goed. Hij rijdt nog. Jullie kijken wel een beetje alsof al het geloof weg is. We zijn een beetje bezorgd, maar komt wel goed. Komt wel goed. Wat is dat? Olie aan bijvullen. Olie bijvullen systeem. Hoe werkt dat? Op het dak zit een ton en daar komt de olie uit. Dat meen je niet. Hoeveel olie verbruikt die zo? 3 keer staat er ongeveer 1,5 liter olie. Och, jongens toch. Jullie zijn wel van alle gemakken voorzien. Ja, dat wel. Nou, Mike heeft een scheidprobleem. Daarom hebben we de CW genomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb misschien een gekke vraag, maar zou ik met jullie mee mogen liften vandaag een stukje? Ja, lijkt me geen probleem. Ja? Ja. Gezellig, want volgens mij zijn jullie vader-dochter, klopt familie dat? Familie van elkaar. Familie, ja. 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 Zijn vanmorgen of gisteravond hebben ze dit de ruitenwatervloeistof gejat. Oh, wie doet dat? Maffia, we zijn in Italië natuurlijk. Ik heb geen idee, iemand die beter kon gebruiken dan wij. Ja. En doen jullie ook nog een beetje mee voor het klassement, Angela? Ja, wel, we gaan wel voor de punten toch enigszins. Ja? Dat is toch wel de hele uitdaging van de garbage run. When I grow old, I want to be a forester. Run through the moss on high heels. That's what. Wat leuk dat jullie als vader en dochter dit doen. Ja, leuk, hè? Ja. Ja, zij ging 4 jaar geleden met een vriendin. Ja. Nou, om een of andere reden ging die niet meer mee. Nou ja, en ze zei, ga je met me mee, pap? Ik zei, nou, ik weet het niet. Nou, en ze zei, ik heb je wel opgegeven. Waar moeten we trouwens heen? Nou, daar. Het is wel een succes tot nu toe. En ja, we kijken er toch altijd wel weer naar uit, een weekje samen. Maar als je dan een vriendje krijgt, ga je pa dan niet... Nou, dat is al het geval, maar nee, dat is gewoon wel iets, dat blijft gewoon ons dingetje, hè? En wie kan er sleutelen dan van jullie twee? Wij twee, alle twee wel. We redden ons allebei wel. Kun jij sleutelen? Ja, we vullen elkaar wel een beetje aan. Ja? Ja. Maar goed, dat is ook waar je mee groot wordt, hè? Wat je een beetje meekrijgt van huis uit. Als wij maar transportbedrijf, zeg maar. Oh, ja. Er komt nog eens ergens, hè, Jack, zo. Zo kom je zeker ergens. Maar dit is wel mooi allemaal, hè? Ja? Ja, vind ik wel. Ik vind dat gewoon geweldig. Was ik altijd binnen doorweggetjes en zo. Hey pap, dit is het leuke. Maak een foto van je auto terwijl deze wordt opgetild door een hijskraan. En hoe is je Italiaans? Met een hete aardappel in de mond. Geweldig. Echt hoor, die man, hè? Jongens, je mag als je dit voorstelt ook, hè? Hello, I'm Jack from Holland. Ja, nou, je moet er altijd beleefd. Ja, nee, je moet altijd grappig. Beleefd voor de dag komen. Ja. Dan heb je de eerste slag al te pakken. Dat is gewoon om te gillen, joh. Is jouw Italiaans? Ja, bellissimo. Jack from Holland. We do a run, a rally. No, Ben, you don't want that. Rally. What rally? Hij doet heel erg zijn best. Ja, altijd. Ja. We have to lift our car 2 meters above the ground. Oké, okay, the boss is here, so you can go and ask the boss. Okay, is that possible? No, gru non funziona. Nee, hij doet het niet. Hallo? You speak English? Yeah. You speak English? Yeah. Yes. Can I ask something to you? Do you want to ask me to lift your car? Yes. Sorry, it's not possible. Are there more people here, Ben? Yes, it's like 500
already passed. Helaas jongens, we zijn een stuk of zes anderen geweest. Gaan, 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 laat die jongens toch vrij gaan. Al gaan ze soms nog niet zo snel. Ja, dat is leuk hè, dat hoort bij Truckersleven. Want hoezo, Truckersleven ben jij? Nee, ik ben voor de hobby hè. Ik zit voor de hobby wel eens op de vrachtauto. Oh ja? Ja, 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 ja. Maar goed, dat, ja, dat is ook zoiets, daar groei je ook mee op. Ja, dan rol je in, ja, dan heeft je interesse. Jack, nog een stukje zingen. Aan het stuur, die maakt menig overuur. De controle. Oh nee, sorry, verkeerd. Douwe sokjeuren, denk af en toe aan en de containers en wat ze erdoor. Kijk, oh nee, jongens. En die pech? Maar wat is hier? Ik weet het niet. Wat moet verstaan? Moet je even helpen? Nou, dat is wel. Wel altijd de opzet ervan, als er iemand met pech staat, zeg maar, dat je elkaar even helpt dan. Tenminste, dat staat ook in de spelregels. Ze zit vast, ik zie het. Ja, wat is er gebeurd, jongens? Vertel het wel, hè? Proefrijden! Proefrijden, ja! Even proefrijden, sneeuw. Nog niet gedaan, dus hoort erbij. En nou zit hij ietsjes vast. Gaat dat goed, Jack? Nou, uit de touw knap, weet je wel. Ja. Je kunt er wel voor jou spelen. Jeroen! Ik ga hierin weg, jongen. Gaat dat goed, Jack? Want het... Nou ja, ik ben altijd maar huiveren voor. Maar, nou, sleep ze hem niet terug dan. Nee. Er wordt dan niks op die paal. Oh, heen. Oh, ik knap dat. Oh. Ja, ik... Maar hoe zou jij het omschrijven, dit? Ja, een beetje een doelvakantie. En dat vind ik best wel leuk. Je ziet veel, je doet wel veel. Ja, ja dat vind ik gewoon leuk. Een beetje avontuur, hou ik wel van. Je hebt aardig de sokken erin, dame. Ja, zet de sokken er goed in. Dat is leeftijdsverschil, hè? Ja, zij rijdt pittiger. Jazeker. Kom op, we lopen al achter, dus we moeten een beetje aanmaken. Als het te eng wordt, moet ik ook zeggen, hoor. Nee, het gaat nog net. Het is een brandlaper, dit, hoor. Een? Een brandlaap. Noemen ze dat zo, een brandlaap? Ja, een brandlaap. Je maakt ook nog een beetje sfeer in de dorpjes. Tuurlijk. Ja. Moet erbij. Mooi man. Ja, mooi man. Hoppakee, daar ging ik ook. Gast erbij. Oh, oh, oh. Het is ook een rally, hè? Ja, het is ook een rally. Zeker. Is het mooi? Prachtig. Ja? Dat doe je het wel voor natuurlijk, hè? Een beetje. Ja? Ja, zeker. Dat is al die kilometers waard, zo'n uitzicht. Wat twee keer. Wel twee keer. Ik vind het gewoon super. Zo mooi dit. Ja. Ben je gewoon stil van. Maar we hebben wel een gezellige dag gehad, toch? Zeg ik net, een super dag gehad. Okay. Een mooie route. Hey, net van de glijbaan af. Hey. Ja, mooi. Goedemorgen, dat meen je niet. Jongens. Hey. Wat krijgen we nou dan? Ja, nou ja. Ik moet even de ogen goed open doen hoor. Ja.
Jullie slapen hier gewoon. Ja. Maar is dat wel uit te houden met -5 in de auto? De temperatuur is heel goed te doen. Ja? Ja, alleen, dat is echt het probleem. Nee, het gezelschap, dat is het probleem. Het gezelschap is het probleem, ja. Goedemorgen. Maar je moet er toch echt uit, Dennis? Ja, weet ik. Huh? Ga niet op de rekken uit. Niet meer snoezen? Nee. Oh, hij heeft net. Zin in de etappe of alleen maar zin in het feestje? Alle twee. Wat doe jij? Nou, ons beestje heeft een beetje olie nodig. Die drinkt net zo hard als de bazen. Ja. Dus... Die passen gaan. Die passen goed aan, inderdaad. Marieke, we hebben hier komen. Hallo, hoe is het hier? Geweldig. Ja? Ja, ga je mee naar Toulouse? Ja, wij gaan ook meerijden. Oh, en hoe heet jullie? Wij heten Jan Rijdt Rond. Oh, wij zijn de mafkezen. Oh god, ja, dat had ik niet zo... Dat zijn we. Ja, wat is nou voor jullie de gein dan? Nou, je komt met zulke gekke auto's door de mooiste plekken die je normaal niet op zou zoeken. Iedereen zwaait en helpt elkaar en maakt lol. Ja, het is echt de leukste rit ooit. Dit is dan de DJ. Dit is de Williams afdeling. Dit is mijn afdeling. Ja, jij bent van het koken. Ja, ik ben van het eten. Twee koffie graag. Godverdomme, gooi net water weg. Oh, zonde man. Nou, ik zeg lieve mede-kabers, we zien elkaar vanavond weer. Vanavond is party time. Je kookt gewoon onderweg. Jazeker, we hebben geen tijd voor stoppen. Jammer joh. Ik dacht dat een scheepskok dat die het moeilijk had, maar... Nee, dit is wel erger. Ik heb niet voor betaald ook nog niet. Ja. Bloem, je was oud. Is dat zo? Ja. Het was een fantastische route vandaag, zeg. Ja? Ja, we zijn er gewoon weer die berg heen gegaan. Kunnen we filmpjes van laten zien over die berg heen? Dat is niet normaal wat gaat. En jullie hebben al happy hour? Zeker. Nou, net eigenlijk hoor. Colaatje. En wat is nou eigenlijk altijd het ritueel als jullie hier aankomen? Gewoon als A-team met geluid erbij van A-team. Ja. Daarna proberen luifel uit te zetten en een mooi feestje maken. Dames en heren, we hebben het weer gedaan. Hebben jullie al een mooi plekje voor ons gemaakt? Tof dat jullie er ook aan het zijn, jongens. Maar zo gaat het dan, want dan hebben ze binnen vanuit de organisatie nog een feestje, maar jullie hebben je eigen feestje. Wij nemen ons eigen feestje gewoon mee. Dat iedereen die kan erbij komen, staattafeltje erbij en dan maken we gewoon elke dag weer een feestje ervan. Ja. Jan. Feestbeesten. Op jullie proost. Op jullie rally, hè. Proost. Hallo. Hoi. Goeiedag, wij zoeken een lift. Nou, ga je maar mee. Ja? Stap maar in. Plek zat. Wat voor team is dit? Dit is Team Rusty. Team Rusty. Is te zien. Ja. Ja toch? Dat zie ik wel. Maar jullie gaan dus vrij aardig in het klassement. Ja, nu vierde. Dus mogen we nog niet klaar van de 300 teams. Ja? Geen veel. Wat gaan jullie eerst doen? Wat is jullie plan? Eerst op zoek naar een bakker. En eentje die zo'n grote oven heeft. En kijken of die speciaal voor ons een groot stokbrood wil bakken. Want jullie moeten zo lang mogelijk stokbrood bakken. Ja. Bonjour. Ja. Wie niet? Een pain? Pain. Very big. Big pain. Big pain. 10 euro. Allemand. Oké. Okay. Ja. Bonjour. Bonjour. Laras. Très long, wie weet. You bake, wie weet.
Combien de temps? Demi-heure. Tevreden? Jazeker. Dit is, moet redelijk. Nu moeten we hem heel mee terugkrijgen. Dat is wel een ding. Op het dak gaat het worden. De Fransen die gaan dat blijkbaar niet zo. Wat is nou de charme van die opdrachten? Nou, dat je op plekken komt waar je anders normaal nooit zou komen. Het avontuur. Ja, sowieso gekke situaties. De creativiteit wordt aangesproken en dan denk je, tjaka, weet je. En het moet gewoon lukken. Ja. En het lukt ons ook. Dat is wel echt zo'n eureka moment, hoe vet het is als het gewoon lukt. Dat we nu met een gigantisch stokbrood op de auto rijden. Hoe vet is dat? Ik hoor iets. En er was nog een opdracht met vrouwen. Ja, we gaan een vrouw vinden die okselhaar heeft en die dat bereid is te tonen in de auto. Dat is een hele uitdagende opdracht natuurlijk. Zeker. Ik zie daar een vrouwtje met een stokbrood staan. Wat? Met een stokbrood? Ja. Even tuteren. Bij de auto even je okselhaar laten zien. Jas uit. Die. Bij de auto. Zij waren de piste maar denk je pas die wat. Oui. Een foto, een. Oui, 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 bonjour. Ja, 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 ja. Wat is er? Maar ze moet in de auto zitten. Moet in de auto. Ja. Erbij, hè, deze. Ja. Dank hè. Je moet je wel een beetje uit je comfortzone, hè, voor dit. Moet je nergens voor, je moet je nergens voor schamen eigenlijk, nee. Nee. Maar, dan ga ik jullie goed af, geloof ik. Ja. Oh, jongens, echt lekker. Het is gelukt. Yes. Stokbrood, jongens. Een stokbrood heeft een kenmerk dat hij gewoon recht is. In één stuk. Dat is toch onzin? Ze zijn streng, hè? Ze zijn heel streng. Te streng eigenlijk, hè? Ja. Als je dit ziet, kan je dat niet afkeuren. Hadden jullie verder nog wat op? Dat is de langste. Tot nu toe. Hoe lang is die? Volgens mij 1,98 meter. Wel een leuke dag gehad. Wel een hele leuke dag gehad, maar dit is een bitter nasmaak. Heel bitter. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Wij hadden gedacht dat het misschien wel eens leuk zou zijn als we vandaag met jullie meeliften. Dat mag. Het is een beetje de goden verzoeken, maar... Tuurlijk mag dat. Maar als een gediplomeerd monteur dit ziet, wat denkt hij dan? Ja, die lacht zich kapot. Ja? Die denkt, wat een amateurs. Er loopt iets aan, kan dat? Ja, rechte achterwiel. Dat is nieuw. Schade. Maar ik zie ook een prijs op het raam staan. De geldprijs, hij is te koop. Ja, interesse? Nou. We graag de vraagprijs willen ook graag terug hebben. 150 euro. Ja, ja. En dan rijden we kiet. Ja. Auto's onverwoestbaar. Ik koop hem nog niet. Ik beschouw dit als een soort van proefritje. Ja, is goed, ja. Ik hoop niet dat ik jullie beledig, maar ik heb nog nooit in zo'n slechte auto gezeten. Ja, bij jezelf ook niet. Over 700 meter links afslaan in de A61. Hoor ik nou het navigatiesysteem via de luidsprekers op het dak? Ja, klopt, ja. You have always got to move. You're always trying to prove that there is something new in everything you do. You are mostly in your car. You always seem so far now.
wat wilden jullie nou weer voor statement maken met deze bak? Dat je echt met een barrel ook de finish kunt halen. Een echt slechte auto. Dat is onze doelstelling. Proost, hè? Proost, hè? Proost. Even kijken. Oh, kijk dan. Weet dat ik kan. Rookt die? Ja, ontzettend. Ja, hij rookt weer. Oh, jongens. Is dit niet ernst, hè? Ja, heel erg. Ja? Ja. Ja, gas erop in. Motortemperatuur hier is in elk geval over de 100. Is dat goed? Dat is ook lekker. Goed, hè? Souvenir. Souvenir, yes. Yes. Okay. Thank you. Thanks. It's okay? Okay. You like the garbage rally? No, no, bonito. No? Oké, hey mannen, wat is er aan de hand? Ja, die wc-pot die mag hier in Spanje niet op zitten, dus die moeten we even verwijderen. Die wc-pot moet eraf? Ja. Nou mannen, de politie overleeft. Ja, de politie overleeft. Ze waren niet zo heel erg bij ons. Maar... technische malheur overleeft. Het ziet ernaar dat jullie de finish gaan halen. Wat is het gevoel hier nu? Ja, nog 16 kilometer. Ja. Dat kan nog misgaan. Kan nog misgaan. Nee, dat kan er niet meer. Ja, dat kan wel. Dat kan altijd. Ja, mannen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Top. Bedankt. Meer dan verdiend. En de winnaar, de meest originele auto van deze wintereditie, met 52 stemmen, is Team Camel Winter Trophy. Je bent de eigenaar van de kamelen, hè? Ja, samen. Ja, krijg je veel reacties? Ja, heel veel. Elke auto die passeert op de grote weg, die maken we foto's. Dus we hebben veel bekijks, dus dat is gelukt. Dat was ook de bedoeling. De winnaar van de Kateren Wintereditie 2016, de Sleepmeisters.